Een oudere vrouw raakte woensdagmiddag gewond toen ze met haar auto tegen een lantaarnpaal botste. Het ongeluk gebeurde op de Hatertse Brug in Nijmegen. De vrouw werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Ook haar hond zat in de auto, die bleef gelukkig ongedeerd. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Er kwam veel olie en benzine op de rijbaan terecht. De brandweer strooide daar absorptiekorrels op. De weg werd grotendeels afgesloten en was na ongeveer anderhalf uur weer vrij.